mensen, welkom bij een nieuwe review op de PTK. Vandaag staan we in Uden bij de mega kermis hier in Uden. Geen kermis TV dit jaar, wegens privéomstandigheden, maar wel gewoon een review. En ik ga je alles laten zien wat hier te zien is op de kermis in Uden. We beginnen zo meteen op het Kinderplein en zo gaan we stapsgewijs naar het andere uiteind van deze kermis. En ik moet je zeggen, ik heb net al even een rondje gelopen over de kermis. Het is druk. Ja, wel wat afzeggingen, ook daar ga ik later het een en ander over vertellen. Maar goed, laten we het gewoon maar stapsgewijs allemaal afgaan. Ik zou zeggen, we gaan beginnen. Let's go, baby! Blikken gooien hier, dat teken de supermarkt ook wel eens. En toen reken een supermarktverbod. Ik snap het ook niet waarom dat nou is. Daarnaast de World of the Living Dinosaurs. Een schitterende plaats tussen de bomen. We zijn op het kindergedeelte van de kermis in Uden beland trouwens. Als familie van de Dragon van Lemmerman. Ja, ik ben nog een beetje stil geweest in deze video, dit eerste gedeelte. Ik ben er niet zo over te spreken, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik ga niet te veel nu zeggen. Ik kondig gewoon de attracties aan en af, want ik zal in de outro zal ik wel op terugkomen. Er zitten voor- en nadelen aan een kinderplein of een kindergedeelte. Voordelen is dat je overdag echt de jeugd trekt. Dat doe je ook echt. Nadelen is dat zo'n zaak als we nu zien, rustbaan, Amazone, dat die in principe s'avonds ook nog mee zou kunnen. Maar ja, dat kan nu niet, omdat s'avonds hier geen kind meer loopt. En dat is dan weer wel een groot nadeel. Deze zaak zijn we s'avonds gewoon uitgedraaid, terwijl dat niet hoort. Hallo Jumbo, zeggen we tegen de Jumbo van Orderman. Jumbo nummer 1. Heeft de bellenbas dus weer volle bak aanstaan. Het is een goed uitziende Jumbo. Bijzondere attracties dit jaar op de kermis in Uden, want ze hebben hier gewoon een zwembad voor alle varkens. Het is niet te geloven, mensen. En daar zien we de cakewalk van Kroon. Die zet ik ook wel eens omhoog. De kinderen kunnen hier leren rijden. Weet je wat ik altijd vroeger deed in dit soort dingen? Ik ging altijd botsen. Ik dacht vroeger dat het de bedoeling was, maar dat is de bedoeling hier niet. Het is gewoon de bedoeling dat je rondjes rijdt en zeker niet botst. Wat hè? Oh ja, verboden te botsen. Dat is hier geen hotsie dan. Een vers kopje thee. Oh, schitterend gezongen hè mensen. Het is niet te geloven. Oh, ik zou zo mee kunnen doen met Idols. Oh nee, dat bestaat niet. Achter de Roog zie je nog een spelkraam. We zijn ook trouwens op het Mondriaanplein gekomen en dan draaien we door richting het spookhuis Ghost Villa, terwijl er een Duits spookhuis had moeten staan. De Hurricane, en niet de Hurricane die je had verwacht. Nou ja, deze had er ook gewoon moeten staan. Maar dit is de Hurricane van Van Reken Brouwer. Is dat toevallig een bierbrouwer? Zou niet gek wezen. Van links naar rechts sturen. Nee. Met de joystick van links naar rechts sturen. Hoor je dat? Mensen, ja, want we zijn bij de Beach Party beland. Ja, daar heb je een zwarte joystick voor je. En die moet je dus van links naar rechts bewegen. Dan gaat jouw gondel zwenken. Ja, u heeft dit jaar een aantal topzaken. En een van die topzaken is deze Beach Party, mensen. Een hele unieke, leuke zaak. De loop van het Mondriaanplein richting het volgende plein, de markt is dat, u ziet de rug trouwens, schitterend, is verbeterd. Je ziet daar een Pink Date staan en er staat daar ook de, weet dat, dat smerige spul, die Dragon Fire spul. Dragon Bread, ja dat is hem. Is verbeterd, ook met deze roze loper. Dat is speciaal neergelegd voor Jarno, deze roze loper. Alvast
Je moet toch iets zeggen, mensen. En dan kom je dus gewoon hier op het plein aan, zou ik maar zeggen. Maar daar ga ik nu wat over vertellen. Eerder voor jou, Patty, hè? Want ik ben niet degene die vrijwillig naar de Roze Maandag gaat. We zijn op het volgende plein ondertussen aangekomen, mensen. De Fly Zone Bunchy staan we naar voren. Yes, baby, daar gaat hij. Van Hinze. Een van de twee Bunchies die we in Nederland hebben. Lang geleden dat hier een Bunchy in Uden heeft gestaan. De laatste keer was de Hotshot Bunchy. Toen volgens mij van Duursma. Als ik het goed heb. Ah, dat is een hele mooie Bunchy, mensen. Deze Bunchy wordt steeds mooier. Ik hou ervan. Allersnelste, allerdonkste, komt u mij. Ude wisselt niet heel snel met de breakdance. Heeft wel eens een keer hoefnagels gestaan met de nummer 1, ook op deze plaats. Maar nu, dit jaar gewoon weer de powerdancer op de markt. Ja, ik had hem hier niet helemaal gezet, maar dat ben ik persoonlijk. Ik vind hem breed, dus moet weer opstaan. En nu staat hij soort van als kanszaak. Dat vind ik toch wel een beetje jammer. Maar deze powerdance heeft weer gewoon uitgepakt met zijn moving heads. En zijn fire fun, baby. Nou, ik heb altijd fun. Het is een breakdance nummer 3, gebouwd bij Hus. Rook! Oh, heerlijk, baby! Yes. Uniek op de kermis. Volgens mij zegt de voice-over dat ook altijd hier bij Zanzibar. Hij is van Brandtenaar. Ja. Dat is een leuk ding, mensen, voor de hele familie. Een echte unieke avonturenwandeling. Nou, daar doe ik ook wel eens op zondagmiddag hoor, avonturenwandeling. Autoscooter Electric Avenue, altijd van de vaste partij hier in Uden. En zo ook dus dit jaar. Ja, dan kan je lekker hotsie, botsie, botsie doen, mensen. Kijk eens eventjes, daar gaan ze hoor, ketsen. Lekker ketsen, baby. Midden op het plein dan het kikkerspel. Mittler met de Schwenk Grill uit Duitsland, mensen. Lekker Duitse braadworsten, heerlijk. En de curryworsten. En daarna Teddy. Dit was normaal gesproken een grootvermaakzaakplaats. Ik denk dat daar nu een grootvermaakzaak had moeten staan. Maar die hebben ze nu opgevuld met wat spelzaken. Want ja, ik zei al, er hebben wat zaken afgezegd in de later meer. Snowjet 1 van de Veen. Dat was Snowjet 2 staat in Tilburg. En dus gaat automatisch Snowjet 1 naar Uden die al jaren staat. Vroeger heeft ook wel eens de IJsjet hier gestaan, maar die reist al lang niet meer in Nederland. Die zit tegenwoordig in Engeland. Maar de Snowjet is hier de vaste Matterhorn. Ja, hij gaat erboven. Daar zijn ze wacht ook nog. Het is de Turbopolie van Hanspertol. Zonder Turbopolie van Hanspertol. Geen Udense kermis, dat is gewoon zo. En ik mag niet meer zeggen dat dit een Monster 3 gebouwd is bij Zwartkopf. En dat dat niet de Zwartkopf is. Van de kruidvat, dus Dylan, dat doe ik dan ook niet. Oh, nou heb ik het toch gedaan. Ja, het is wel de beste Monster 3 poliep die wij in Nederland hebben. Ik hoor net dat het ook de letterste is, mensen. Ja, dat is niet te geloven. Dat is smullige baas hier bij de poliep, hè. Dat is gewoon heerlijk. En ook hier weer rook. Oh, dat is toch genieten, mensen. Kinderen hebben altijd
prijs hebben altijd gewonnen. We zijn ondertussen op het volgende plein aangekomen en gaan zo meteen de eerste grootvermaakzaak hier zien. En die eerste grootvermaakzaak is de Upper Ski Party van Meijer, het Funhouse. Funhouse wat gebouwd is bij Gossetto en heeft ook een voorbouw. Daardoor is het Funhouse best wel groot hoor. Heel groot zelfs. De absolute topper voor Udo voor dit jaar is de sowmachine van de familie Luuk uit Duitsland. Die zijn hier naartoe komen reizen. Is niet makkelijk om Duitsers naar Nederland te krijgen. Moet aan heel veel strenge regels voldoen. Moet ook een rasnummer hebben. Dat laatste, dat rasnummer, dat is voor die Duitsers het moeilijkste. Kost ook heel veel geld. Luuk heeft het daarvoor over, maar Luuk gaat later dit jaar nog een andere kermis in Nederland doen. Samen met de kermis in Weert. Twee andere attracties in die hier zouden komen, ook uit Duitsland. Drie eigenlijk, die hebben afgezegd. Oh ja, eigenlijk vier. Oh, daar ben ik wel lekker bezig. Onder andere namelijk de KMG Fun Factory Hurricane. En ook de Salto Mortale. Een schommel van Mondial die over de kop kan. Udo ook een Shake R5 te gast hier. Overigens, deze zaken worden gewoon in Nederland gebouwd hè, bij Mondial. Dat was toen de Commander, stond op het andere plein, het plein wat we nu nog moeten gaan bezoeken. Die is wel een stuk mooier als deze sowmachine, maar deze sowmachine mag er ook best wel zijn hoor.
It's showtime, baby! Ja, die staat hier ook gewoon op de plein. De showtime van Frans van der Wiel. Hij gaat zo meteen naar boven. Het is een KMG Efteling waar 24 personen in kunnen. Twee transporten en is gebouwd bij KMG. Elk jaar is deze vaste gast hier in dat is Europa Rad van Vallend Goed. Ook een stunt om mensen. Ja, dit is een Efteling is een van de attracties die nogal kotshelpend kunnen zijn. Met name als je macaroni gegeten hebt, leert uit de ervaring, dan kan je heel snel kotsen uit een Efteling. Wat hebben ze hier in Uden bedacht? Weet je wat we gaan doen? We gaan onder de Efteling gaan we een terras plaatsen. Dus je zou hier wel eens regen kunnen krijgen. Als je hier lekker iets staat te eten. Ja, ik weet nou niet helemaal of dat zo'n slippe set is. Maar grappig is het wel. Houten Hotel. Voor mij heeft hij de... Zou dat kunnen de naam in de led gezet? Maar goed, dat valt me nou ineens op. Het tweede spookhuis. Dit is geen spookhuis met karretjes. Maar een spookhuis waar je doorheen moet lopen. Een loopspookhuis. We hebben s'avonds live action erin. De Wilde Muisbaan is de supermuis van de Voer, gebouwd bij Reveson. Ah, Maaikes mensen, hier elk jaar in Uden een Belgisch kamelenrace. Ja, dat staat er al jaren hier. We zijn bijna in Parijs. Oh nee, we zijn in Parijs. Roeder Paris om precies te zijn, maar we zijn bijna op het laatste plein alweer van deze kermis. Maar we komen hier dus Roeder Paris tegen. Een glaasdolf slash funhouse. Want er zit meer in dan alleen glaasdolf. Waar je ook nog eens een brilletje op moet om het beter te kunnen zien. Altijd belangrijk, hè? Hans Anders, daar werken ze mee samen. Brrr, mensen bij de Tornado is van een nieuwe eigenaar. Vanaf dit seizoen. We hebben nog niet gezien. Namelijk van de firma Cameron. Cameron kennen we van de Cakewalk. We kennen hem van het Funhouse, Snowparty. En heeft nu ook de Tornado erbij. Hebben ze er al veel aan gedaan. Yes, come on, here we go. Met name verlichting alweer werkend gemaakt en de uitstraling verbeterd. En de zaak staat er netjes bij, moet ik je zeggen, voor mensen. Laatste jaren ook vaste gast, waarbij ze in de beginjaren dat ik hier kwam nog wel eens wisselde van Booster Max. Of überhaupt van Booster. Is het de laatste jaren gewoon de vaste plek voor de Booster Max van de Voer. De enige nog vast reizende Booster Max in Nederland. Gebouwd bij Fabri. De B-jumper van Remco Pals hier, een smashing jumper gebouwd bij Satori, die nu wel helemaal opgebouwd staat. De laatste keer kwam hem tegen dat de middenton er niet op stond. Nu staat hij er gelukkig weer wel op. En er worden ook wel redelijke shows weer weggegeven nu hier in Uden. Dat is ook wel opvallend. Een van de twee Satori jumpers die wij hier in Nederland hebben.
Daar nog Monster Drop. Nog een keer de base jumper. En dan hebben we hier een kraan die ik niet ken. Of het een Nederlander is, ja of nee. Ook geen enkel idee, maar die staat hier wel. Een mooi kraan is het wel. En dat was de mega kermis hier in Uden. Ja, waar gaan we beginnen, mensen? Het is niet zo goed als vorig jaar. Dat mag duidelijk zijn. Laten we eerst even beginnen met wat hier eigenlijk nog bij zou komen. De Hurricane van Deinert uit Duitsland, die zou hier komen. Salto Mortale, een grote glijbaan. En wat... Groot Spookhuis. Wat was dat? Hoe heet die ook alweer? Maakt niet uit. Geizerslos, die zou hier eigenlijk ook komen. Hebben we allemaal afgezegd. Ik moet zeggen dat ik daar nog wel... Hè, dat kan gebeuren. Want je zit met heel veel regels. Wat gewoon moeilijk is om voor elkaar te krijgen. Het is al, je kan al van geluk spreken dat het lukt om hier Duitse zaken naartoe te krijgen. Wel gaaf dat de showmachine staat. Dat is wat mij betreft ook echt de uitblinker. Alleen, ja, de mensen zien het op een of andere manier niet als uitblinker. Want hij heeft het niet echt bepaald druk. Ook toen wij op het andere plein stonden. Uden, dan praat je over Uden. Een van de beste kermissen van Nederland. Zo omschrijven ze zichzelf ook wel. Dat zijn ze ook jarenlang geweest. Maar er staat er een funhouse naast en die is gewoon leeg. En waar zit dat probleem nou in? En ik denk dat ze dat probleem in ieder geval moeten gaan tackelen in de aankomende jaren. Willen ze deze kermis nog op een hoog niveau houden? Ik bedoel, het mag niet, geen geheim zijn. Op dit moment draait Tilburg ook. De grootste kermis van de Benelux. Ik denk ook dit jaar de beste kermis van Nederland. Dat zijn ze niet jarenlang geweest, want ze hebben echt slechte lijsten gehad ook. Maar dit jaar zijn ze dat wel. Normaal gesproken was Uden dat juist de beste kermis van Nederland, naar mijn mening. Dat zijn ze jaren geweest, 2013 volgens mij. Ik kijk even naar opa Tony met de Commander, 2013. 2000... Ben je zeker? Nee, dat kan niet, we stonden hier in Tilburg. 2013 denk ik. Met ook nog dan de Boost Takeoff, Skytrip en de Transformer. Dat waren topjaren. Vorig jaar hebben ze dat nog eens een keertje opnieuw gedaan. Robotics. Dat nog meer vorig jaar. Topspin. Entertainer. Geweldige editie was dat vorig jaar. En dat hebben ze dit jaar niet weten te waar te maken. Daarbij denk ik ook. Uden is heel erg actief bezig met social media. Daar hebben ze denk ik ook de plank misgeslagen. Ze hadden tot vorig jaar hadden ze een vlogger. Nou, die kon er geen reet van. Nu doet Bart Krijnen dat weer. Die doet dat keigoed. Die maakt daar een kermisnieuws uitzending. Dat doet hij heel leuk. Hij doet kermis laat, of tenminste kermis live. Dat doet hij op Facebook. Dat doet hij ook heel goed. Maar daar hebben ze mensen, Koele Piet hebben ze hier laten komen. Die man die zal waarschijnlijk een fortuin hier verdienen om een paar van die kutflut vlogjes te maken. Wat ten eerste al nergens om gaat. En de informatie die erin zit is allemaal verkeerd. Stop met dat soort geld uitgeven en ga geld steken in je kermis. Want dat soort mensen die moet je hier niet willen hebben bij het promoten van een kermis. Je moet het gewoon van ons hebben. Jarno, Marijn, Ruben Koet, wat mij betreft. Dat zijn de mensen die verstand hebben. Opa Tony. Dat zijn mensen die verstand hebben van kermis. Dat zijn de mensen die op een fatsoenlijke manier een kermis kunnen promoten. Ik denk dat ze daar de plank mee mislaan. En ik denk dat dat in de toekomst problemen kan opleveren. Dus ik zou u adviseren. Of goed, maar echt goed. Of helemaal mee stoppen. En richt dan compleet op de kermis. Want je zal het moeilijk krijgen. Want je hebt de concurrentie van Tilburg. En Tilburg, ik denk dat het de aankomende jaren gaat groeien. In kwaliteit. Want je ziet het nou ook. Wat heb je nou als Nederlandse topzaken? Tornado, Beach Party. Dat zijn een beetje de uitblinkende, bijzondere zaken. Maar verder, alles wat er staat is redelijk standaard. Tuurlijk, je hebt de beste plup. Je hebt een goede breedhuis en noem het maar op. Maar qua Nederlands aanbod is het hier toch wel redelijk zwak. Nu klinkt dat allemaal redelijk negatief en ik kan me dat voorstellen dat je thuis te denken dat je denkt van het is echt een kutkermis dat Uden. Nee, het is een mooie kermis, maar het is niet meer van het niveau wat het geweest is en hadden die Duitse zaken het goed kunnen maken? Natuurlijk, die Duitse zaken hadden dat goed gemaakt, maar zoals nu staat, onder de streep, is het toch wel een beetje een tegenvallende editie. Het park wil ik het dan nog als laatste over hebben, want ik ben net Jarno aan het worden met mijn lange outro's.
Ja, hoe dat opgesteld staat, mensen, sfeerloos, dranghekken in het beeld, de bouwhekken in beeld, grote gaten in de opstelling. Zo zonde, je kan zoveel met dat park doen. Dat is het dit jaar niet, helaas. Goed, beste show. Zonder enige twijfel, Beach Party. Ik vind dat trouwens ook echt geweldige zaken, mensen. Ik denk dat ik het wel de leukste attractie vind van de Nederlandse kermis. Niet de beste, maar wel echt de leukste om te doen. Lekker met dat joystickje spelen. Ik ben heel goed met de joystickjes om ermee te spelen. Ik doe dat dagelijks, dus ik doe dat ook graag in de Beach Party. Dus ik vind dat echt een leuke zaak. Goed, abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Volg natuurlijk ook even de podcast van jouw favoriete podcastplatform. Als je die nog niet gezien hebt, kijk ook even Kermis TV Tilburg. En binnenkort zijn we hier ook met Kermis TV Goes, mijn thuiskermis. Top kermis natuurlijk, ja. Dan weer wel minder als Ude. Moet ik toch door even toegeven, want ja, anders krijg je straks Pascal Donkers in mijn nek. Maar wel een toppertje. Daar gaan we veel aandacht aan besteden op de juiste manier. Toedeledokio!